Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom in het World Trade Center in Amsterdam bij Tros Actua in Bedrijf. Nou, de Tros voelt zich, zoals u weet, sterk betrokken bij het Nederlandse bedrijfsleven. En daarom bieden we u in dit programma iedere 5 weken een blik achter de schermen van een bijzondere bedrijfstak. Nou, vanavond is die bedrijfstak wel heel bijzonder. U ziet het al allemaal om me heen. We nemen u vanavond mee naar de kermis. Er zijn in Nederland zo'n 1200 kermisexploitanten. En die hebben de afgelopen weken allemaal een beetje een kriebel gevoeld. Niet alleen voor deze uitzending vanavond, maar dit weekend gaat het kermisseizoen 1991 van start. De exploitanten zijn er klaar voor. U ook thuis? Ja. Kermissen lijken soms een ongeorganiseerde rommel. Maar ze zijn allemaal principieel op dezelfde manier opgebouwd. Bij de ingang de kleinere attracties, zoals de schietkampen en de gokkramen. In het midden de grotere attracties. En op het eind, als iedereen hongerig en moe is, de oliebollen, de suikerspinnen en de zuurstoffen. Als dit maar goed gaat, oh, kijk eens, alsjeblieft. Kijk Yvonne, zo kan het ook. Nou, het is inderdaad om je vingers bij af te likken. Ja, en of je er nou wel of niet van houdt, we zijn allemaal wel eens op een kermis geweest. Je komt er als kind en later misschien met je eigen kinderen en dan weer nog later met je kleinkinderen. Maar hoe denken we nou eigenlijk over de kermis? In onze NIPO-enquête en op straat stelden we de volgende vragen. Zou u op de kermis willen werken? Wat vindt u van kermismensen? En om te beginnen, wat vindt u van de kermis? Een kermis lijkt me eigenlijk wat achterhaald. Inderdaad, dat er al zoveel is van pretparken en zo. Beetje druk en vaak duur, hè? Nou, dat vind ik gezellig. Ja, prima. Ga ik alle dagen heen. Wat vindt u van kermis? Lawaaierig 26%, gezellig 21%, leuk 19%, duur 17%, iets anders 17%. Wat vind je van de kermismensen? Kermismensen zijn gewone mensen, zijn meestal heel gezellige mensen. Het zijn zigeuners. Veel van die ongehuurde types die meestal lopen. Ja, dat vind ik leuke mensen. Dat is net zoals marktmensen, die vind ik ook leuk. Wat vindt u van kermismensen? Harde werkers 33%, mensen zoals u en ik 24%, vrijbuiters, zwervers 17%, ordinair 6%, overige 20%. Zou u op de kermis willen werken? Nee. Waarom niet? Het lijkt me te veel herrie en het lijkt me niet leuk om een beetje ballen aan te gaan geven aan mensen, om ballen te gooien of dat soort dingen. Nee, dat zou ik niet willen werken. Waarom niet? Te gevaarlijk. Nou, voor de ene avondje lijkt me het wel eens leuk om mee te maken, maar het lijkt me dan ook goed. Zou u op de kermis willen werken? Nee, niet op de kermis, 67%. Nee, ik wil helemaal niet meer werken, 31%. Ja hoor, 2%. De Keulemans, je hoort vaak, en we zagen het ook in dit onderzoek weer, dat een Nederlander de kermis vaak duur vindt. Deelt u die mening? Nee, die deel ik zeker niet. Het is ook op zich niet verontrustend dat er 70 stellen dat de, als we enerzijds stellen dat de kermis voor het publiek betaalbaar moet blijven, dan wordt het anderzijds voor de exploitanten steeds moeilijker om hun bedrijf rendabel te houden. Ja, maar je zou toch kunnen zorgen dat die pachtprijzen omlaag gingen, want dan kunnen ook die kermisattracties voor minder draaien. Ja, dat is natuurlijk een zeer moeilijk onderwerp wat u aanhaalt. En wij denken dan ook wel, een gedachte is, dat er zeker voor bepaalde dorpen en de kleine kernen, waar de exploitanten al verstek moeten laten gaan omdat daar de kermis niet meer rendabel is, om daar subsidie te verstrekken. Ja, maar ik praat over subsidie, het is natuurlijk wat merkwaardig om subsidie te gaan geven, terwijl de overheid heel veel verdient aan die kermis. Zou je dan die pachtprijs niet omlaag kunnen brengen, net zoals bijvoorbeeld in Utrecht, heb ik begrepen? Dat is juist het vreemde van de zaak, inderdaad. Nou, Utrecht is in wezen een voorloper. En de jullie kermis in Utrecht, ja, daar draaien alle attracties een gulden. Een gulden, ja, dat is. En dat is op zich een prima systeem, want het werkt pachtprijsverlagend. En een groot succes. En we hopen een groot succes, maar dat zal het ongetwijfeld worden, omdat juist de kermis dan betaalbaar is voor het grote publiek. Dus eigenlijk zou het voorbeeld van Utrecht moeten worden nagevolgd? In feite wel, ja. Tot slot, wat is uw eigen favoriete kermisattractie als voorzitter van de bond? Ja, dat is elke bezoeker heeft zijn eigen favoriete attractie. De een houdt van een gokje, de ander van snelheid. En u? Ik hou niet zo van snelheid. Ik wil graag plaatsnemen in het Reuzenrad. Dan kan ik de gemeente, heb ik een mooi schitterend uitzicht over de gemeente en de omgeving. En ook over de kermis zelf, uiteraard. Als voorzitter kunt u de kermis nog goed in de gaten houden. Ja, dank u wel. Dank u wel.
De kermis is een van onze oudste volksfeesten. De naam is afkomstig van het woord kerkmis, aangezien met kermissen vroeger vaak de inwijding van een kerk werd gevierd. Het karakter van een kermis is door de jaren heen wel sterk veranderd. Het zogenaamde kijkwerk was vroeger veel belangrijker dan nu. Naast theatertjes en kijkkasten lieten mensen met een afwijkende bouw zichzelf op de kermis bekijken, zoals de dikke dame of de kleinste man van Nederland, Gerrit Keizer. Andere dingen veranderen nooit. Draaien en zwieren blijft op de kermis nummer 1. Al is het tempo in de loop der jaren wel wat veranderd. Kermisexploitanten hebben in deze dure tijden steeds meer behoefte aan compacte en betaalbare attracties die snel en eenvoudig zijn op te bouwen. Hier beneden in de Achterhoek worden de zogenaamde vliegende tapijten ontworpen en gebouwd die perfect aan die eisen voldoen. Een vliegend tapijt is een 16,5 meter lange trailer waarop 16 stoeltjes naast elkaar zitten. Twee grote draaiarmen zorgen ervoor dat het publiek letterlijk alle kanten opvliegt. Deze attractie, die zo'n 500.000 gulden kost, is op vele kermissen een groot succes. Een aardig detail is dat 70% van het publiek uit vrouwen bestaat. En wat daar de verklaring voor is, daar kunnen we alleen maar naar raden. Een belangrijk deel van de aantrekkingskracht van een attractie wordt natuurlijk bepaald door vrolijke en opvallende kleuren. Deze decorateurs in Zaandam zijn daar meesters in. Naast reclamewerk bestaat nu bijna de helft van hun opdrachten uit het beschilderen van kermisattracties. En nou maar hopen dat dit valscherm klaar is voor de parachutist de grond raakt. Als het vliegende tapijt terugkomt van de schilder, rest alleen nog de finishing touch. En is de attractie na 3 maanden kant en klaar voor gebruik. In de dagen voor een kermis treft de gemeente op het kermisterrein alle voorbereidingen voor het grote gebeuren. Voor alle attracties wordt water en elektriciteit aangesloten. In alle vroegte verschijnen de vrachtwagens en begint de opbouw van de kermis. Waarbij er zorgvuldig op wordt gelet of de exploitanten niet per ongeluk een metertje te veel gebruiken. Mijn ex, ik heb me 10 meter gepakt. Ja, ik kan wel zeggen, ja, maar ik heb het 10 meter gewacht, moet ik het 10 meter geven. Ja, die is er. Nee, die is er niet. Komt ook niet naar voren. De opbouw van het reuzenrad en de achtbaan vormt een circusnummer op zich. En dan kan het startschot worden gegeven voor vele dagen plezier, sensatie, sfeer en romantiek. Vaak een gebeurtenis waar iedereen het hele jaar naar uitkijkt. Ook rond de kermis worden dan allerlei activiteiten georganiseerd. In het Friese Lanjebert vinden naast de draaimolen, die 's middags wordt omgebouwd tot zweefmolen, allerlei oude kinderspelen plaats. En wordt er bij de kermis altijd een harddraverij georganiseerd. En dan waren we dus net ook al bij. Ja, start. En zoals in veel kleine dorpen, alles draait om het café. In Woerden is ieder jaar een grote veemarkt aan de kermis gekoppeld. En om daar je slag te slaan moet je vroeg opstaan. Het begint al om 4 uur in de ochtend. Zo uit hun bed stappen de Woerdenaren in de draaimolen of de poliep. Oliebollen en warme worst op je nuchtere maag als ontbijt, je moet er maar tegen kunnen.
blijft heerlijk om de drukte en het lawaai even te ontstijgen, letterlijk in zo'n gigantisch reuzengat. Deze is maar liefst 40 meter hoog, 920 ton en wordt verlicht door 20.000 lampen. En voor wie dit niet snel genoeg is, is er nog altijd de Enterprise hier vlakbij. Nou, ik heb met mijn lengte al hoogtevrees op deze hakken, dus daar moet ik helemaal niet aan denken. Meneer Wannemek, kunt u even een klokje voor mij regelen? Nou, dat is trouwens wel lekker hoor, zo'n Enterprise. Ja? Dus je krijgt dan weer die vlindertjes in je buik, zoals je geliefd bent, weet ja, je wel. Ja, maar toch. Even een klokje doen. Nou, als dat dan lukt, hè. Met ja, alle kermisgoud. Je hebt toch wel ervaring gedaan? Ja, valt nou een beetje het tegen. Het blijft wel mate, hè. Als we nou kijken naar die attracties hier, en zoals die Enterprise, dat moeten toch gigantische investeringen zijn? Nou, dat zijn het zeker. Al die topattracties op de kermis, die variëren al van een miljoen tot 3 miljoen gulden. En dat heeft natuurlijk ook een beetje met die ritprijs te maken. Het zijn enorme investeringen en u moet ook bij bedenken dat het fout kan gaan. Als het fout gaat, is mij ook een keer gebeurd. En dan, als je dan zo'n 500.000 tot 1 miljoen gulden verliest, dan kijk je er alweer anders tegenop. Maar waarmee heeft u bijvoorbeeld een soort investering gehad? Nou, dat was in Engeland. Een uniek teamspel, een bingo. Dat hebben wij toen hier in Nederland op de kermis gebracht, maar dat pakte niet. Nou, dan is het gewoon afgelopen keer opnieuw beginnen. Ja, dan heb je een behoorlijke strop. Ja. Heb je dan ook niet zoiets van, ik hou het voor gezien wat die kermis betreft? Ik ga wat anders doen? Stoppen? Ja? Nee, nooit. Het is zo op de kermis, de meeste kermisexploitanten, die hebben 1000 gulden. En dan hebben ze voor 10.000 gulden ideeën. Dus wat dat betreft, stoppen is er bij ons niet bij hoor. Nee. Nou zagen we net op de beelden, hele oude beelden van mensen op de kermis. Is het publiek nou in de loop van de jaren veranderd? In de 70 jaar was het zo, toen is het allemaal veel sneller, veel harder gaan, hoger. Dat weer hield de families met kinderen ervan om eigenlijk meer naar de pretparken te gaan. Maar daar missen we eigenlijk een beetje die nostalgie, de sfeer. Die hebben we weer allemaal teruggewonnen en die komen allemaal naar de kermis. Dat is een grandioos gezicht als je die kinderen dus met die suikerspinnen ziet happen. Ja. En soms met 2-3 man tegelijk, dat is enorm. Die sfeer die hebben we op de kermis. En dat verschilt dan ook nog per plaats? Ja, zeker. Brabant is bijvoorbeeld heel erg gezellig. Dan pak je eerst een pilsje met de bewoners daar van het dorp. Ja. En in Groningen, dat is echt een studentenkermis. Dat is ook weer tot 2:30 in de nacht. Dat werkt fantastisch. En uw favoriet is? Alkmaar. En de Dam natuurlijk, Amsterdam, dat is bizar. Dat is bizar, het publiek daar. Ik zag de laatste een, die was verkleed als engel met een paar vleugeltjes. Die kwam in een van onze attracties, dat was fantastisch. Was zelf al een attractie. Ja. Heel hartelijk bedankt meneer Wanningen en veel succes. Okay. We gaan even kijken wat Ed aan het doen is. En gelukkig wordt de kwaliteit van alle kermistoestellen voor iedere kermis opnieuw gecontroleerd door de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente. En nu maar hopen dat deze keer ook gebeurd is. Omdat er in Nederland geen standaardnorm bestaat voor de veiligheid van kermisattracties, houdt men zich hier aan de Duitse TÜV-norm. Nieuwe attracties worden daaraan getoetst en de kermisexploitanten houden zelf de stand van zaken bij in een veiligheidsboek. Want ook al is er controle van bovenaf, de exploitant blijft aansprakelijk. Als tussen oktober en maart het kermisbedrijf stil ligt, benutten veel kermisexploitanten die tijd om hun attracties bij te werken, schoon te maken, op te poetsen en van een fris laagje verf te voorzien. Zodat het publiek straks weer met plezier naar de kermis kan komen. Nummer 67. In het voorjaar kunnen de exploitanten inschrijven voor een plaats op de verschillende kermissen. In Nederland kennen we gesloten en open inschrijvingen. Bij een gesloten inschrijving regelt de exploitant onderling met de gemeente wat hij betaalt en sluit hij een contract voor een bepaald aantal jaren. Bij een open inschrijving, zoals hier in Breda, wordt de standplaats gegund aan degene die het hoogste biedt. Zaken die veel concurrentie hebben, zoals botsautootjes, moeten vaak voor extreem hoge bedragen inschrijven. 50.000 gulden voor één standplaats is daarbij geen uitzondering. En het is wel zuur als je buurman net 1 gulden meer geboden heeft. Commissaris,
Van zuur naar zoet, de snoepkraam, een typische kermistraditie. Een bedrijf in Oosterhout maakt naar familierecepten 3 miljoen kaneelstokken en 300.000 zuurstokken per jaar. Bijna 70% daarvan is bestemd voor kermissen. De suiker wordt gemengd met water en moet zo'n 30 minuten koken. Het mengsel wordt dan uitgegoten op een metalen plaat en er wordt een mespuntje smaakstof aan toegevoegd. De plak gekookte suiker moet dan afkoelen en krijgt uiteindelijk in een kneedmachine zijn luchtige vorm en zijn vele kleurtjes. En als u dan nog wilt weten hoe zoet dit bedrijf is, men gebruikt per jaar 100.000 kilo suiker. Ik hoor de tandarts al tanden knarsen. Al deze beesten die wachten in Zevenhuizen op hun nieuwe bazen. Want als het kermisseizoen eenmaal is begonnen, dan rijden er constant 2 vrachtwagens vol met pluche beesten de kermissen af om de schietenten, de holycrones en de lotenverkopers te bevoorraden. Vindt u ze niet lief allemaal? Kijk Ed, deze lijkt sprekend op jou. Hier, vang hem. Dankjewel, ik vond het eigenlijk dat hij meer wat weggeeft voor of van Tineke. Hoe wordt u nou eigenlijk op de kermis aan prijzen uitgekeerd? Dat is natuurlijk niet altijd direct te schatten, maar toch ongeveer meer dan 50% van de ontvangsten. Dat moet ook natuurlijk, want de mensen die komen naar de kermis om een prijsje te winnen en willen graag dat laten zien aan iedereen. U zit gelijk helemaal onder de pluizen? Helemaal onder de pluizen, ja. U bent secretaris van de Kermisbond. En wat doet uw bond nou precies? De Nederlandse Kermisbond is een brancheorganisatie voor het kermisbedrijf die dus de belangen behartigt van de exploitanten. Dat is dus in vele gevallen het bemiddelen tussen de verpachters, de gemeentebesturen en de kermisexploitanten. Dat betekent dat als er problemen zijn met de gemeente dat u voor uw mensen opkomt? In vele gevallen moeten wij dan opkomen voor de belangen van onze mensen. En dat kan op velerlei gebied zijn, bijvoorbeeld bij het milieu, het geluid. Wat dus tegenwoordig bijzonder in de belangstelling staat. Of als men vergoede plaats heeft gekregen op een kermistrein. Maar luistert die gemeente ook naar u? Gelukkig gaan ze steeds meer luisteren, maar dat zou inderdaad nog wel beter kunnen. Vindt u dat de gemeente over het algemeen genoeg doen aan een kermisbeleid? Eigenlijk niet. Er zou veel meer gedaan moeten worden en er kan nog veel meer gedaan worden. Onze voorouders die hebben dus de kermis een historisch recht bezorgd. Kermis hoort in het centrum van een gemeente thuis. En in de praktijk staat de kermis dikwijls buiten het centrum? Gaat die vaker buiten het centrum. En wij als Nederlandse Kermisbond pleiten er ook altijd voor bij reconstructie van een plein altijd rekening te houden met de kermis. Dat kan vrij gemakkelijk door bijvoorbeeld banken, fietsklemmen en ander straatmeubilair demontabel te maken. Mijn boodschap ik dan. Graag gedaan. Ja, we zeiden het al eerder, dit weekend begint het nieuwe kermisseizoen. Maar als er nou in uw woonplaats nog geen kermis is en u wilt toch die sfeer een beetje gaan proeven, dan is het misschien een leuk idee om een bezoek te brengen aan de kermisstad bij uitstek. Het komt er ook vandaan, dus dat kan geen toeval zijn. Bergen op Zoom. En daar vindt u in het prachtige Markiezenhof het kermismuseum met heel veel leuke dingen over kermissen van vroeger en nu. Het museum is iedere dag geopend van 11 tot 2 uur en het adres is Steenbergse straat 8, Bergen op Zoom. En die gegevens kunt u nog eens nalezen op Trosteletextpagina 353. Woont u nou in het noorden van het land, dan is het misschien een aardige suggestie om te wachten tot augustus. Want gedurende de Zwolse kermis is er in het Provinciaal Overijssels Museum in Zwolle ook een prachtige kermisexpositie. Hallo, ik hoop dat u me nog kunt horen ondanks al die herrie. Elke gemeente stelt van tevoren vast hoeveel geluid een kermis mag maken. De zogenaamde dB-norm. Maar tegen overtredingen wordt zelden opgetreden en dat botst nog wel eens met de omwonenden. Het is een super grote beer voor een kleine kind. Kijk. Soms vinden mensen de kermis om gek van te worden. En soms worden de kermisexploitanten gek van sommige mensen, zeker als ze een beetje aangeschoten zijn. Goedenavond, meneer. Ik wil even een fotootje maken, meneer. Voor de moeder. Een fotootje voor de moeder. Ja. Dat gaan we doen. Dat is een tientje, meneer. Lang zal ze leven. Probeer het eventjes rustig. Niet te ver gaan, het even de andere kant. Ja, probeer het maar. Toch
nog een keer proberen, meneer. Dan zal ik even opnieuw voor u spannen. Dan is er niks aan de hand. En dan gaan we gewoon weer een keer opnieuw proberen. Het is mooi. En dat is morgen, ja. Heel mooi. En dat een mooie foto is. Gaan we proberen. Ja. Ja, dat komt hij dan. Ja. Dat is echt wel. Ongeveer, meneer, we gaan hier nog één keer. En ik weet zeker, dit keer gaat het lukken. Ja, het gaat nu echt lukken. Oh, ik ga het eventjes voelen. Oh, mijn hemel. Gaat het lukken, probeer het erbij. Fixering! De Drenthe heeft ook zo'n schietsalon. Het is duidelijk, je moet af en toe heel diplomatiek optreden om de klanten te waren. Ja, inderdaad. Alhoewel wij daar wel een methode voor hebben. Want een fotootje extra en een keertje van niks schieten, dat lost een hoop problemen op. En dan ontdooien de mensen weer gauw. Er komt er nou veel rotzooi, om het zo maar te zeggen, op de Nederlandse kermis voor? Nee, vandalisme komt weinig voor. Want ten eerste, een kermis is volksvermaak is voor iedereen. En potentiële raddraaiers hebben wij gauw in het oog. Wij hebben een groot incasseringsvermogen. Wij zien door de sociale controle gauw als er wat aan de hand is. En wij weten dat altijd diplomatiek op te lossen. Wilt u ook een plezier van graag? Twee graag. Ja. Kun je nou zeggen dat de afgelopen jaren de rommel op de kermis is toegenomen of wordt het juist minder? Het gekke is dat op de kermis het vandalisme juist minder. Als het überhaupt geweest is. Maar het wordt minder, want er is haast geen vandalisme meer. Het is een feest voor iedereen. Waar iedereen zijn vertier zoekt. En er is geen verveling, dus ook geen vandalisme. Nou, is een klacht van de kermis, op de kermis is dikwijls dat er een hoop lawaai is. Gebeurt daar wat aan? Want dat geeft nog wel eens wat ergernis. Dat geeft nog wel eens wat ergernis, ook bij de exploitanten. Het blijft natuurlijk een feest van klank, licht en kleur. Maar te veel lawaai is niet goed. Want als daardoor de kermis uit het centrum zouden moeten, dat is een kwalijke zaak, ook voor de exploitant. Maar als u nou tegen uw collega zegt, je maakt te veel lawaai, luister je dan niet op, zegt die MO, zoek het maar uit. Dan zou hij vaak zeggen, zoek het maar uit, want hij denkt dat door het lawaai te vergroten zijn concurrentie, zijn exploitatie beter is als een ander. Al gemeenten zijn er omdat door middel van hun voorwaarden twee, drie waarschuwingen. De gemeente moet eigenlijk ingrijpen dan? De gemeente moet ingrijpen. Er zijn plaatsen waar twee, drie waarschuwingen de installatie in beslag genomen wordt. U bent opgegroeid op de kermis, wat is nou eigenlijk het mooie van de kermis, van het kermisvak? Het mooie van de kermisvak, wat is er mooier als de lach en een traan van een kind? De eenzame die romantiek in het samen zijn vindt. En de ouderen die mijmeren over vroeger. Kermis is toch iets moois. Meneer Drenthe, heel hartelijk dank. Dank u. Ik wil ons Het beeld van de kleine, benauwde woonwagen van Pipo kom je in de werkelijkheid echt niet meer tegen. Ik zit hier in een... Nou, en dat lijkt natuurlijk een enorm gevaarte om mee rond te reizen. Maar dat is dus niet zo. Want kijk... Met één druk op de knop. Verandert het huis in een makkelijk te verplaatsen caravan. Kermismensen vormen één grote familie. Niet alleen figuurlijk, maar ook vaak letterlijk. Van de kinderen van exploitanten zoekt hooguit 2% zijn of haar heil buiten de kermis. De anderen nemen na verloop van tijd de attractie van hun ouders over of beginnen zelf een nieuwe zaak. Hierdoor komen er wel steeds meer attracties en is de strijd om goede plaatsen vaak een gevecht op leven en dood. Maar als de plaatsen verdeeld zijn, zijn de kermismensen dat niet meer en is het weer één grote vredige familie. Een kerkmis op de kermis is een heel apart gezicht. De tent van de autoscooters wordt tijdelijk omgetoverd in een kerk. Niet voor een groots altaar, maar voor grote tekeningen van popsterren gaat meneer Pastoor voor in de dienst. Viering mag zijn waar we iets voelen van die verbondenheid, van naasten te zijn onder elkaar. De kerkgangers luisteren geboeid toe vanuit de kerkbanken
die na de mis weer gewoon dienst doen als botsautootjes. De scholing van kinderen is ook in kermisgezinnen heel belangrijk. Voor het kleuter- en basisonderwijs rijden er in Nederland 15 schoolwagens rond. Deze rijdende scholen zijn 13 meter lang en in uitgeschoven toestand ruim 4 meter breed. Met computers wordt precies bijgehouden hoe ver een leerling is, zodat het leerproces ook in een volgende plaats vlekkeloos verloopt. Vooraan, Mendelien, ga maar vooraan. Gaan we even kijken voor de volgende kermis, wat je daar... En wat is voor de leerlingen het verschil met een gewone school? Ja, wat het verschil is, nou, dat is niet zo moeilijk, hè. Deze school kan rijden en die andere niet. We zagen het al eerder in het programma. Kermis is big business met een omzet van miljoenen. Maar wie is nou het brein achter de schermen? Wie is de directeur, de manager? Wie regelt het allemaal? Die gaan we nu eens opzoeken. En als het goed is, zit de manager hier binnen te werken. Kijk u zelf maar. Tja, je kunt niet alles aan mannen overlaten. En even onder ons, mevrouw Vonk, wat kunnen we wel aan de mannen overlaten? Nou, het opbouwen van de zaken, dat alles in orde is. Hè? Hoe gaat dat bij u? Nou, wij hebben dienst in de taken gedeeld. De man is van de buitendienst en ik van de binnendienst. En wat houdt dat in? Nou, mijn man die zorgt dus dat de zaken in orde is, opbouwen, afbreken. En ik zorg voor de administratie, contact te leggen met de gemeentebesturen en verzorgen van aanvragen en dergelijke en de huishoudelijke werkzaamheden. En dan, als we open zijn, in de kassa van onze autoscooter. Zo te horen klinkt het dat u minder vrije tijd hebt dan een man. Nou, mannen hebben soms wel eens meer vrije tijd, maar beslist niet altijd, hè? Nee. Nou, hoor ik u zeggen, ook met die caravan, daar moet ook steeds mee gereisd worden en ingepakt. Ja. Helpt uw man dan ook mee? Nee, dat doet niet vanzelf. Oh ja, waarom? Nou, ik weet zelf precies hoe ik het allemaal in moet pakken en vast moet zetten. Als mijn man dat doet, dan ik denk dat er kleine probleempjes ontstaan. Zoals? Nou ja, misschien het een of ander stuk of ondersteboven of wat dan ook. Oh. Laat het zo nog verdeeld houden. Dan heeft hij het vast al eens een keer expres verkeerd gedaan. Nou, nee. Dat hij het nooit meer hoeft te doen. Nee, dat toch niet. U brengt ook zelf uw zoon, heeft u altijd naar school gebracht? Heb ik altijd naar school gebracht. Wat is daar dan met die rijdende school? Waarom ging hij daar niet heen? Nou, wij bereizen dus hoofdzakelijk kleine gemeentes. En daar zijn altijd te weinig leerlingen geweest voor een rijdende school. Dus voor 2 of 3 kinderen staat daar zo'n school niet. Nee. En de lagere school is die elke week gewoon naar school gegaan. En voortgezet onderwijs zat hij in de zomermaanden bij KTS in Hoorn. Ja. En daar bracht ik hem elke dag heen. Is wel veel kilometers rijden, maar ja. Hij heeft er geen nadeel van ondervonden. Nee, hij heeft met goede resultaten de scholen behaald. Je moet er toch wel veel voor over hebben. Zou je willen ruilen met een ander? Nee, beslist niet. Dat wel zijn ups en downs. En af en toe dan denk je wel eens, nou ja, maar ik zou ruilen toch niet hoor. Heel hartelijk bedankt. En als u nou na het verhaal van mevrouw Vonk overweegt om ook bij de kermis te gaan werken of misschien uzelf als attractie te verhuren of anderszins vragen hebt over de kermisbranche, dan zit hier een telefoonteam voor u klaar en die kunt u nu bellen. Het telefoonnummer is 06 321 21 33. Nog een keertje 06 321 21 33. Ja, nou zitten er hier bij dit telefoonteam 4 kermisexperts. Maar als u echt alles wilt weten over de kermis, ja, dan moet u zijn bij Joop Keizer in Bergen op Zoom. Want dat is de peetvader van de Nederlandse kermiswereld. Tja, god, je hoorde bij de kermis. Ik kan me nog herinneren dat ik, in militaire dienst was. En de kermis in Enschede bezocht. Dus ik kwam aanlopen en het was zo'n 500 meter van de kermis af. En eigenlijk zou ik tegen iedereen op dat moment willen zeggen, ik hoor daar ook bij, ik hoor daar ook bij. Het zuigt je aan en ik heb het ook met plezier gedaan. Zo, hey, dag Mel. Zo, zit er weer op hoor. Doe mij maar eens een lekker trappetje. Alles goed? Ja. Als je mag werken tussen mensen die vrolijk zijn, dan neem je dat automatisch een beetje over. Neem de schommel. Nou, dat was een wereldattractie. De jongens gingen erin, rollen de mouwen op zeg, hoe grotere spierballen, hoe mooier, het meisje erbij. Nou, werd er lichtelijk aangeduwd en dan gingen ze. Nou,
iedereen probeerde om dwars door het zeil naar boven te gaan. Het liefst over de kop. Kon niet, maar hun waren ervan overtuigd om te laten zien hoe sterk of ze waren. Ja? En dan de remmen erbij. Nou, als er dan in zo'n drukte was, dan rook je het verbrande hout op honderden meters afstand. Want er stonden als gekken te remmen, want ze gingen er met volle kracht in. Prachtig mooi. Assen kermis, een jaar of 7, 8 geleden. Ja, zei de wethouder, de nostalgie. Hè, dat geef ik ook een kans, dat was ook mooi. Nou, schommelstaat, wij vonden het zelf ook leuk. Hè? Verdorie hoor, die had nog een schommeltje van vroeger. Deed hij wat dorpjes mee. Het publiek komt naar de kermis toe. Nou, de schommel, betalen 2 kwartjes of een gulden, weet ik veel. En ze gaan erin zitten. Kijken naar links, kijken naar rechts. Nou, de bel gaat, de rit begint. En die mensen denken dat ze dus door het zeil geduwd worden. Hadden totaal geen benul. En ook geen zin om zich in te spannen. Vandaar dat de kermis dus sneller wordt, hoger wordt, het moet over de kop. Mensen moeten net het gevoel krijgen dat ze niet te pletten vallen. En dat slaat dus aan. Dat vinden ze schitterend. Ja, dat was leuk. Die Wilderman, dat was leuk. Dat was een sensatie van de eerste orde. Was een oud-koloniaal. Omeer Blindeman, sprak vloeiend Maleis. Nou, buiten gaf Omertinus een schitterende solo op zijn trompet. Grote trom erbij, het publiek ging echt staan. Want de show die werd buiten eigenlijk voor 50%, 70% buiten gegeven en 30% binnen. Want het publiek moest erin. Nou, Omeer Blindeman die kon dus 4 trappen. Die kon Inaskari, Makanashi, van Plaplap, weet ik veel. Kon de woorden schitterend herhalen. Razendsnel rijst eten met ruwe toebak erbij. Kon goed schermen. Leuke attractie. Wat gebeurt er? Jaren geleden, een goede vriend van mij, ook weer een neef ervan, komt uit diezelfde bekende familie, besluit om die Wilderman weer terug te brengen op de kermis. Nou, wat denk je wat er gebeurt? Hij denkt met zijn brood te gaan verdienen. Komen er in één keer een aantal mensen, wat dus kennelijk heeft dan te maken met een nieuwe trend, of een bemoeiing van het publiek, met grote borden, discriminatie, en dit kan dus niet meer in deze tijd, want er wordt een anders gekleurde, of een kleurling wordt er. Ze zeggen, ja, maar dat is helemaal de bedoeling niet. Nou, die mensen mogen erin ook mogen kijken. Het is een gespeekte man, het is een variëteenummer. Nou, wordt totaal verkeerd begrepen. Het kan niet meer. Nou, oproepen met dat zaakje. Kijk, ik heb dus gewoon als kleine zelfstandige miljoenen aan Pachson betaald. En miljoenen mensen geplezierd. En de enigste waar de kermisexploitanten van verschoond blijven, die hebben alle regels meegemaakt, behalve de lintjesregen. Daar zijn ze nog bij genoemd. Want dan blijkt kermis, nou ja, ach, dat zijn hun maar. En dat is jammer. Te weinig beloning voor je prestatie. Daar heb ik genoeg over verteld. Proost. Het kermisbedrijf is een zaak die mij altijd zeer geboeid heeft. Er zijn maar weinig mensen in onze samenleving bereid om een weer en wind een boterham te verdienen en om van hot naar her te trekken om de boterham van beleg te voorzien. Ik durf het aan om de gemiddelde kermisman als voorbeeld te stellen voor de Nederlandse bevolking om aan te geven dat er met hard werken ook best nog iets te bereiken valt. Toch zijn vooral de hoge pachtprijzen nog een groot probleem. Die leiden ertoe dat de kermis voor veel bezoekers onbetaalbaar dreigt te worden en dat de kermismensen zelf hun hoofd nauwelijks boven water kunnen houden. Daar moet in mijn ogen wat aan gebeuren. De gemeente zou bijvoorbeeld moeten ophouden de kermis alleen maar te zien als een interessante melkkoe. Ze zouden de kermisinkomsten moeten afbouwen tot een vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten. De kermisexploitanten zouden dan bereid moeten zijn hun toegangsprijzen te verlagen, dus omlaag te brengen. De nu af en toe moordende concurrentie kan worden voorkomen door op de een of andere manier eisen te stellen aan nieuwe exploitanten. Er moet dus een systeem worden uitgedokterd dat tegemoet komt aan de drang van iedere kermisman om zijn eigen gang te gaan, maar dat er ook voor zorgt dat de kermis een betaalbaar volksvermaak blijft voor u en voor mij. Dat zal nog een hele toer zijn, maar uiteindelijk zijn kermismensen toch voor geen kleintje vervaard. Al eerder in dit programma... ...geen kleintje vervaard. Al eerder in dit programma zagen we de kleinste kermis van Nederland in het Friese Luinje Bert. En vlak daarbij vinden we een fabriek die enorme kermisattracties maakt en die exporteert naar vele landen. Zo is deze Supernova bestemd voor Finland. En ieder onderdeel van het productieproces, alle bouten, schroeven en lasnaden, worden onderworpen aan de Duitse toefkeuring. Juhu! Thank you.
haben ja auch schon Erfahrung mit diesem Geschäft. Das ist das sechste Geschäft, was wir zur Zeit heute haben. Holländische Gemütlichkeit. Kann man sagen. Nederlandse kermisexploitanten staan bekend als de Chinezen van Europa. Je komt ze overal tegen. Zo werd een kermisman uit het Groningse Overschild vorig jaar in Stuttgart bekroond als de meest bereisde exploitant ter wereld. Deze kermisgigant reist met zijn attracties niet alleen door heel Europa, maar steekt ook af en toe over naar Canada. Dus als iemand ergens in een uithoek van de wereld bijvoorbeeld een reuzenrad nodig heeft, is het devies even Overschild bellen. Nederland exporteert ook kleinere attracties. Een bedrijf uit Silvolde in de Achterhoek levert jaarlijks vele gokautomaten en ander machinaal vermaak aan landen als Duitsland, Frankrijk en Spanje. Hun productie is in heel Europa altijd prijs. Nou ja, bijna altijd. Wat is de kermis zonder draaimolenpaarden? De houten vorm van deze paarden wordt met de hand gemaakt in Polen. En hier in Rotterdam worden ze verder keurig afgewerkt en beschilderd in de meest fraaie kleuren. En behalve dat deze paarden daarna een plaats krijgen op onze Nederlandse draaimolens, worden ze ook geëxporteerd naar België, Frankrijk, Italië en zelfs Japan. Nou, meneer Janvier, uit de beelden van daarnet krijg ik de indruk dat Nederland in de internationale kermiswereld een toonaangevende rol speelt. Is dat zo? De kermisexploitanten uit Nederland spelen in ieder geval een bijzondere rol in de internationale kermiswereld. Ze gaan na afloop van het zomerseizoen, wat oktober eindigt, veel naar het buitenland. Ze bezoeken Engelse en Ierse kermissen en ze combineren soms hun wintervakantie met een bezoek aan Spaanse en Portugese kermissen. Verre oorden en lekker vakantie vieren. Hoe komt het dat Nederlanders dat wel doen? Waarom Nederlanders dat wel doen is eigenlijk niet bekend. Ik denk dat Nederlanders een reizend volk is en graag zich internationaal beweegt. En natuurlijk ook het hele jaar door nog ergens een graantje meepikken. Ook dat. Ja. Dat Nederland die toonaangevende rol speelt, heeft dat ook te maken met de kwaliteit van de attracties die hier gemaakt worden? Nou, alhoewel Duitsland toonaangevend is op het gebied van de fabricage van kermisattracties, worden er in Nederland zeer zeker goede kermisattracties gebouwd. Het is heel grappig dat een klein land als Nederland groot is in het bouwen van de grootste kermisattracties, namelijk de reuzenraderen. En hoe komt dat, dat we daar zo bekend om zijn? Ik denk dat ze dat heel goed kunnen en dat het kwalitatief goede zaken zijn en goedkoop gebouwde zaken zijn. Ja. Nog even over uzelf, want de naam Janvier is in de Nederlandse kermiswereld denk ik niet weg te denken. U komt uit een heel oud kermisgeslacht, maar u staat zelf niet op de kermis, hè? Nee, via mijn vader ben ik op een gegeven moment weer uitgenodigd om in het bedrijf te komen, weliswaar op het organisatorische vlak, en daarin ben ik blijven hangen. Dus toch wel op de kermis, maar niet in de kermis. Zo is dat. Heel hartelijk bedankt meneer Janvier en veel succes ook. Komend seizoen. Dank u wel. Dank u. Daar is die. Nou Ed, kom op. Nog één keer. Nou, drie keer raak. Vier keer. Ed, je hebt een prijs verdiend. Dank je wel. Die is voor jou. Jij ja, maar, nee, dank je. Zo. Wat een knaller zeg. Gigantisch. Ja. Lekker leuk was dat, hè? Je jeugdleven overdoen. Ja, zo zijn we aan het einde gekomen, dames en heren, van deze wel heel bonte aflevering van Tros Actua in Bedrijf. En daarmee bij het begin van het nieuwe kermisseizoen. Nou hopen we dat u al deze kermisexploitanten dit jaar weer massaal zult bezoeken, zodat zij straks in oktober niet van een koude kermis thuiskomen. U ziet, dames en heren, ik heb mijn eerste prijs binnen. En aangezien er het komend seizoen nog zo'n 25.000 kermissen in Nederland worden georganiseerd, krijgt u volop nog kans om ook zoiets fraais te winnen. Met Pasen kermis in Amsterdam, Rotterdam, Enschede, Deventer en Bergen-op-Zoom. Kijk, jouw plaats weer. Ja, en traditioneel worden kermissen altijd afgesloten met een groot vuurwerk. En dan leek het ons een leuk idee om het eens om te draaien en om hier in het WTC het kermisseizoen op deze manier knallend te openen. Wij zijn terug over 5 weken. Bedankt voor het kijken en tot ziens. Yeah.